Welkom bij de derde aflevering van de studentenbudget special van René in de Keuken. In deze specials gaan we uit van vier criteria. 1. Het moet natuurlijk budgetvriendelijk zijn, lekker goedkoop. 2. Het moet lekker snel klaar zijn, want je wil natuurlijk niet altijd veel tijd in de keuken kwijt zijn. 3. Het moet gezond voor je zijn. En 4. We gaan zonder pakjes of zakjes koken. Vandaag gaan we een lekkere tortilla wrap maken. Die lekker snel klaar is en ontzettend lekker. Kijk maar even mee. Ik laat even een boodschappenlijstje zien wat we nodig hebben. We kopen tortilla wraps. Die zijn 92 cent voor een pak van 6. We hebben er maar 4 nodig, maar het maakt niet uit. Taco saus, 1,09 €. Cheddar smeltkaas, 90 cent. Vega balletjes voor 1,09 €. Jalapeno plakjes voor 1,89 €. Een krop ijsbergsla voor 99 cent. Een paar tomaten voor 1 €. En nacho cheese dip voor 2,45 €. Dat is eigenlijk het duurste ingrediënt van de lijst. Maar kom op 10,33 € voor 4 personen. Gedeelde 4 komen op 2,58 € per persoon. Jij wil lekker voor eten. Neem een tortilla wrap. Als je ze bij de Turkse supermarkt koopt, hebben ze van die hele grote. Bij de supermarkt hebben ze ze ook hoor, maar moet even kijken wat je doet. Zo'n tortilla wrap, die gaan we voor een kwart gaan we die insnijden. Zie je? Dat dit vast blijft zitten. Ik ga één kant besmeren met de tacosaus die we hebben gekocht. Voor tacosaus kun je ook bijvoorbeeld pastasaus nemen hoor, of gewoon tomatensaus, dat is ook goed. Maar tacosaus is al een beetje Mexicaans gekruid en ja, vind ik op zich wel lekker. Nou, doen we echt maar lekker wat op zo. Heb ik vegetarische balletjes gekocht. Die vind ik eigenlijk zeker net zo lekker als gewone rundegehaktballetjes. Dus ik maak er de laatste tijd veel gebruik van. Dus snij ik even in drieën. Ik maak er eigenlijk plakjes van. Ik gebruik 3 balletjes per tortilla. En die plakjes die leg ik in de tomatensaus. Vorm de contactgril even voor. Als je dat niet in huis hebt, kun je misschien ook wel een tosti-ijzer gebruiken. Maar je kan deze tortillas ook makkelijk in een koekenpan bakken. Dus misschien kan je dat ook wel gebruiken. Op deze kwart ga ik een paar plakjes smeltkaas leggen. Ze noemen het cheddarkaas. Maar daar zijn de Engelse boeren farmers zich niet helemaal over eens eigenlijk. Dat het cheddarkaas mag heten. Maar het is in ieder geval kaas wel. Die ideaal is om te smelten. Ze verdeel zo 2 plakjes kaas er een beetje overheen. Dan snij ik een paar tomaatjes. Of je kan ook gewoon grote tomaten gebruiken. Die snij ik in plakjes. En die leg ik op de kaas. Deze kwart leg ik een handje van die sla. Ik heb in mijn geval heb ik curlsla, maar ik had in mijn boodschappenlijstje had ik gezegd ijsbergsla. Dat maakt verder eigenlijk niet zo gek van uit wat je daarvoor kan gebruiken. Je kan ook bijvoorbeeld rucola gebruiken. Spinazie is ook lekker erin. Dan op die sla leg ik een paar plakjes jalapeno peper. Kijk maar hoeveel je daarvan wil gebruiken en hoeveel jij kan hebben eigenlijk. Misschien hou je helemaal niet van jalapeno peper, dan laat je dat gewoon weg. En deze kant gebruik ik om de nacho cheese dip op te smeren. Eigenlijk ook een soort smeltkaas, die eigenlijk al smeerbaar is van zichzelf. Hè? Nou, dan gaan we hem dichtvouwen. En dan begin ik met dit kaasgedeelte. Dat vouw ik over de sla heen. Druk maar een beetje aan. Die kant leggen we weer over de kaas met tomaten.
deze kant, die gaat dan over het laatste gedeelte. Nou ja, dan hebben we eigenlijk nu al gewoon een perfecte sandwich, zie je. Nou, deze gaan we even lekker grillen. Nou, het zal zo'n 5 minuutjes duren voordat het helemaal lekker gegrild is en alle kaas gesmolten. Ja, dat is een tosti eigenlijk. Nou, spannend hè? Tadaa! Zo, dat ziet er lekker uit met die gesmolten kaas zo. Nou, probeer hem maar voorzichtig uit het grillrooster te halen, uit de contactgril. Gebruik een beetje een lange spatel. Kan je eronder schuiven. En dan op de plank. Gaan we even één keer open snijden zo. Ja, dat ziet er toch heerlijk uit. Zo, dat is ook weer zo ontzettend lekker. Lekker pittig pepertje zit erin. Die twee soorten kaas die je proeft, die helemaal gesmolten zijn. Die gehaktballetjes. Lekker man. Nou, ik zou het ook maken als ik jou was. Probeer het eens. Je kunt mijn recept terugvinden op travelandfoodblog.nl. Geef een duimpje omhoog onder mijn video. En abonneer je. Tot de volgende keer. Hoi.